Een moeder heeft gisteren haar 10 maanden oude baby, Saragesha Adoisi, met haar auto overreden. Dit gebeurde aan de Pandit Moerliweg, de Meerzorg. De moeder en de baby zaten in de auto om uit te rijden toen een 12-jarige dochter het portier aan de kant van de baby opendeed. Hierdoor viel de baby uit het voertuig. De moeder greep naar het kindje en trapte in paniek per ongeluk op het gaspedaal. Daardoor reed de auto over het hoofd van Saragesha. Het kindje overleed ter plaatse.